De ING-scanner is persoonsgebonden en moet je eerst activeren. Zorg ervoor dat je de scanner bij de hand hebt en volg de volgende stappen om je scanner te activeren. Log op je computer in op Mijn ING met je gebruikersnaam en wachtwoord. Klik rechtsboven op je naam. Kies vervolgens Profiel. Ga naar Toegang tot je bankzaken en klik op Bekijken. Ga onderaan de pagina naar ING-scanner. Klik op Activeren. Je ziet nu de stappen die je gaat doorlopen. Klik op Start activatie. Zet vervolgens de scanner aan met de oranje knop. En druk op Verder. De eerste keer dat je de scanner gebruikt, moet je de taal instellen. Dit doe je door op de linkerknop te drukken totdat de blauwe pijl op de gewenste taal staat. Druk op de rechterknop voor oké en bevestig opnieuw met oké. Richt je scanner op het scherm en scan de kleurencode. Op de scanner wordt een serienummer getoond. Neem dit nummer over op Mijn ING en klik op Volgende. Scan opnieuw de kleurencode. De scanner vraagt je nu een pincode te kiezen. Voer een 5-cijferige pincode in en onthoud deze goed. Je moet de pincode 2 keer invullen op je scanner. De scanner toont je nogmaals een cijfercode. Neem dit nummer over op Mijn ING en klik op Volgende. Druk op je scanner op Klaar en vervolgens op Ja. Klik op Mijn ING op Volgende. Scan opnieuw de kleurcode. Op de scanner verschijnt weer een cijfercode. Neem dit nummer ook over op Mijn ING en klik op Volgende. Druk op je scanner op Klaar en op Mijn ING op Volgende. Voer een tandcode in zoals je gewend bent. Je bent klaar. Je scanner is nu geactiveerd. Onthoud de pincode die je hebt ingesteld goed voor de volgende keer dat je de scanner wilt gebruiken. Meer weten over digitaal bankieren bij ING? Kijk dan op ing.nl.